Yo mensen, what up? Lars hier of Toe Hyperlars en vandaag weer een nieuwe commentaar in gameplay. Het is vandaag op de map Bootleg. Geen M3, jawel M3, het is geen Black Ops 2, het is een gameplay. Het is niet van mij. Het is van Xbox, is fantastic. En ik denk dat jullie die wel kennen van UpZombie.nl. Hij zit bij Carnage, dat is een soort van M-Clan of Doom of OP of wat je het ook wil noemen. Het is eigenlijk precies hetzelfde. En hij zit erbij, hij werd gevraagd voor Emmer, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, volgens mij, zoiets. En toen uiteindelijk is hij bij Carnage gegaan en dan zat hij natuurlijk bij ons, bij Pupstompers. Dus ja, misschien kunnen jullie hem, sommigen niet, maakt niet uit. Dit is een 203 kills om 11, optimaal bootleg met deze shard. Het is wel full party, maar ja, weet je, MW3, Black Ops 2, het is allemaal full party. Daarbij zie je de highscoring gameplays, echt sick gameplays. En dat zie je gewoon niet solo. Hij heeft solo wel Nederlands eerste solo 200 plus gehaald. Dat was best wel sick. Dat was 207 kills volgens mij. Uiteindelijk heb ik die gebroken met de party. En probeert hij mijn record niet te verbeteren, die 217. Maar ja, dus een 203 om 11. Op de map moet lekker. Hij speelt met de Killswitch Predator, AH6 Overwatch en een P-vlootje. Met de ACR, weer een ACR, ja, boeien, YOLO, swag. Maar ja, enorm sick gameplay natuurlijk, dus Nederlands eerste 200 plus op MW3. Het is niet makkelijk, ik heb het geprobeerd, het full party op MW3 echt al een jaar geleden of zo, en het is mij nog nooit gelukt. Misschien is mijn full party niet goed genoeg of weet ik veel wat, ik heb geen idee. Maar uiteindelijk, het is enorm sick dat hij dit heeft gehaald en natuurlijk props voor hem. Dus ga hem gewoon even subscriben, hij is nu van 500 subscribers ofzo en hij heeft niet veel meer, hij doet geen commentaries. Maar dat maakt niet zoveel uit, hij maakt gewoon enorm sick gameplays en zo en dat is waar hij om bekend staat. Ik weet niet of hij later nog gaat commentaten. Ik hoop het natuurlijk wel, want zijn gameplays zijn fucking sick gewoon. Dus ja, subscribe gewoon even op hem als je gewoon zijn gameplays sick vindt. Maar waar ik vandaag met jullie over wil gaan hebben is PUBG. Wat ermee is gebeurd en wat we daarmee gaan doen. Dus nou, het is een beetje doodgevallen. Aan het begin was het een heel goed idee en heel snel en heel veel subscribers aan het begin. Filmpjes werden enorm goed bekeken, alle 1000 subscribers werden het filmpjes ook meer dan 1000 keer bekeken. Dus dat is heel erg goed, heel erg positief. Ik wou er ook heel graag mee doorgaan, we hadden een paar mensen die zouden gaan uploaden en zo. Uiteindelijk, nou, de eerste week ging goed, daarna maakte niemand meer commentaries. We hadden vaste dagen afgesproken, mensen hielden zich daar niet aan, zeg maar, en dat is gewoon heel vervelend. Ik had gewoon allemaal commentaires gemaakt, maar ja, mensen die maakten hem gewoon niet en ja, ze deden er gewoon niet echt veel moeite voor, dus het viel heel snel dood. Maakt niet zo heel veel uit. Ik wil na de vakantie ook er sowieso mee doorgaan, alleen dat gaan we het heel anders aanpakken. Ik en Dex Gaming zijn een beetje gewoon aan het samenwerken en shit, qua gameplays en we helpen elkaar erin en ik heb je een shout-out gegeven en we spelen gewoon veel met elkaar, dus wij gaan sowieso door. Xbox is fantastic. Heeft ook al aangegeven dat hij gewoon graag door wil gaan met PUBG.nl. En het is ook gewoon een heel goed idee. Alleen we gaan het heel anders aanpakken. We gaan niet zomaar random mensen vragen of zij willen doen. Dus ook geen Nederlandse commentators gaan we ook niet zomaar vragen. We gaan het heel anders aanpakken. We beginnen gewoon met mij, Dex Gaming en gewoon de mensen die ik er graag in wil hebben. Dus ik, Dex Gaming, Xbox is fantastic. Milan, oftewel de Basher Colt. Dus dat zijn een beetje de mensen. Wat we daarna gaan mee doen is bijna hetzelfde als Doom, Amp, OP maken. Dus we gaan er een clan maken, van maken. En dat we ook echt eisen zijn als je erbij wil zijn wat je ervan minimaal moet halen om erbij te komen. Dus uiteindelijk mag je naam veranderen in hetgene wat we dan kiezen, zeg maar. Geen idee hoe we dat dan gaan doen, zeg maar. Je krijgt waarschijnlijk, gaan we dat dan allemaal regelen met GFX, met logo, emblem en dat soort shit. Dus dat komt allemaal helemaal goed. En dan gaan we gewoon eisen stellen van wat je nodig hebt om erbij te komen. En dan qua PUBG.nl is dat het. En nee, snipen moeten we dan ook nog gaan bekijken. Want we gaan niet alleen PUBG.nl, het zal ook competitive zijn en snipen en dat soort dingen. Dus, maar dat is later. We beginnen gewoon bij PUBG.nl en uiteindelijk gaan we het helemaal uit laten groeien als het goed gaat.
Dus dat is dat. We moeten even kijken hoe we dat helemaal verder gaan uitwerken. Maar ja, dat is dus hetgene waar we mee gaan beginnen. Het zullen gewoon MW3 en Black Ops 2 gameplays zijn. En natuurlijk ook Cold Ghost als dat uit gaat komen. Maar dat is gewoon even nu hoe het eruit ziet met PubStompers.nl. Er zal in de zomer even niks geüpload worden. Gewoon puur omdat ik op vakantie ben. Of tenminste, nou ja, op werk vakantie ben-achtig. En wel gewoon niet, nou ja, ik in ieder geval niet veel tijd heb om alles weer op te zetten daarvoor. Dus het zal na de vakantie zal het helemaal gaan beginnen. En dan zal ik ook gewoon, ja, jullie op de hoogte houden van wat en hoe en zus en zo. Dus ja, subscribe nog even op Xbox is Fantastic. Zijn link staat beneden in de beschrijving. Ja, gewoon op hem abonneren. Sickest gameplays ever. Ik zie je later weer. Adios, amigos.